Opnieuw kampt de organisatie van de Eindhovense lichtjesroute met tegenslagen. Afgelopen weekend verdwenen 80 gloeilampen en vermoedelijk vandalen sloegen toe op een kerkhofje met verlichte grafzerken. De schade wordt geschat op 1500 euro. De organisatie moet nu alles in het werk stellen om het vernielde object te herstellen voordat de lichtjesroute start op 18 september. Eerder dit jaar werd ook al voor 50.000 euro aan kabels gestolen.